Hallo, ik ben Jozef Daba. Sinds 2013 woon ik hier in Wolfgang. Ik ben een doorzetter. Ik ben bezig met het beklimmen van mijn ladder van succes. 2013, maart, ik heb een brief gekregen van IND dat IND beslist dat Jozef moet een verblijfsvergunning moet krijgen. En dan gewoon de dode Jozef is gewoon komt aan het leven. Meteen, ik moest iets doen voor mijzelf. Daarom, ik moest naar het gemeentehuis, naar mijn oude contactpersonen bellen. Ik heb diploma voor staatsexamen gehaald. Ik moet één opleiding volgen om één baan te vinden. Ik heb mijzelf gewoon niet thuis blijven, gewoon naar buiten te gaan. Gewoon nieuwe netwerk maken, bibliotheek, bij Timpan. Ik moest ook vrijwilligerswerk doen bij het bejaardenhuis hier in Wolfgang. Als ik vergeten wat is mijn doel, word ik niet succesvol tot nu, tot vandaag. Reiskosten, boekenkosten en voor de school, de gemeente heeft voor mij betaald. En gelukkig, ik heb nu op dit moment, na mijn diploma, ik heb een vast contract voor 1 jaar gekregen van Bike Catering, waar ik stage gelopen heb. Ik doe het van mijn hart om mijn leven te verbeteren. Als jij in het asielzoekerscentrum bent, denk jij niet aan werken. Denk jij niet aan opleidingen. Denk jij niet iets in jouw ontwikkelingen. Daar vind ik het verschil. In een huis wonen en in een asielzoekerscentrum wonen. Altijd na het werk, ik kom hier. Gewoon mijn huisje. Is gewoon mijn sleutel. Ik kan openen. Dan kan mijn eten maken. Ik kan rustig op tv kijken. Ik ben trots op mijzelf. En ik ben blij voor wat heb ik tot nu gedaan. De gemeente, mijn netwerken geloven in Jozef. Ik ben blij voor wat heb ik tot nu gedaan.